Goedemiddag en welkom op de persconferentie voor de wedstrijd Geel-Antwerp van zondag. We zitten hier om voor te beschouwen op de wedstrijd met onze coach Jimmy Hasselbank en CEO Gunther Hofmans. We gaan eerst aan onze coach vragen om eens vooruit te blikken op de wedstrijd. Voor ons natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd om de winterperiode goed af te sluiten. En ook eens weer op verplaatsing om een goede wedstrijd neer te zetten. Een positieve wedstrijd. Wij komen nu uit een positieve wedstrijd waar wij toch behoorlijk goed gevoetbald hebben. En dat willen we doortrekken. Geel is een stugge ploeg thuis die zo nu en dan op het kantje speelt. Die zijn heel sterk in de stilstaande fases en dat soort momenten en voorzetten. Het zal wel een leuke wedstrijd worden, want Geel is toch ook een ploeg die normaal toch wel wilt voetballen. En de bal toch probeert van achteruit te spelen en naar voren toe. Wij moeten weer geconcentreerd zijn en scherp zijn. En het wordt weer tijd om een goede wedstrijd neer te zetten buitenshuis. Wat dat betreft maken we ons klaar. Hoe heeft de groep gereageerd na de overwinning vorige week? Merk je dat er terug een beetje soepeler aan toe gaat op training? Ja, wat ik ook gelijk na de wedstrijd tegen hun gezet heb, is dat ik gewoon echt heel erg blij was voor hun. Ook op de manier hoe. En dan zie je toch wel weer die glimlachjes en die oogjes. Dus wat dat betreft hebben ze goed gereageerd. Er is weer hard getraind van de week. Met heel veel plezier. Dus wat dat betreft, je zag wel dat ze het nodig hadden. En dat ze even weer die bevestiging nodig hadden. Dat ze toch goed kunnen voetballen. Maar dat je om goed te voetballen moet je ook hard werken en ook er alles voor willen doen. Dat was goed. Het was goed. Heb je die driepunter tegen Geel nodig om het jaar goed af te sluiten of met een gerust gemoed naar januari te gaan? Of heb je zoiets van, we blikken vooral naar de wedstrijden na de winter? Nee. Ik denk nu aan Geel en dat is aan Geel en ik wil de drie punten van Geel. Die wil ik hebben en ik wil het goed afsluiten. Want je wil met een goed gevoel in kerst gaan. Je wilt niet met een slecht gevoel en dan duurt de kerst ook weer zo lang. En dan duurt die winterperiode ook zo lang. Je wilt het goed afsluiten, positief. En dan zit je ook gewoon fijn voor de open haard. Hè? Ik denk dat dat voor iedereen ook is. Dat is voor het bestuur, dat is voor de coaches, dat is voor de spelers. En het belangrijkste voor de supporters natuurlijk. Je speelt zonder Bostock zaterdag, die is geschorst. De invalbeurt van Joren Dom, was dat een voorsmaakje van waar je hem zou willen uitspelen? Ik kan verschillende dingen doen met Joren. We kunnen naar 4-3-3, we kunnen 4-4-2 blijven, we kunnen in een rijt spelen, we kunnen Joren aan de linkerkant zetten, we kunnen Joren op de bank zetten en hij erin komen. We kunnen heel veel dingen doen met Joren. Maar was het een test om hem in te brengen op de plaats van Bostock om te kijken wat hij waard is op die positie? Nee. Ik wou Bostock niet eruit halen, maar die had de gele kaart. Ja, inderdaad. Ik wou niet, het stond 2-0 en je weet 2-0 dat is een gevaarlijke gevaarlijk moment in de wedstrijd. En Bostock die had een gele kaart en Roy die had een gele kaart. Dus ik wou niet met die man te spelen komen, want soms is John Bostock toch best wel fel in zijn tackles, wat goed is.
ja, het was ook een goed moment om Roy Joren natuurlijk even erin te laten zetten en die energie te brengen. En het was een beetje langer als Aalst, dus dat was positief. Dus in principe zou hij kunnen starten, maar hij kan geen 90 minuten spelen. Nog, dus het is kijken, wat doen we? Gaan we hem starten, weten dat we op een gegeven moment hem weer moeten wisselen. Dus ik heb dan alle wissel, ben ik dan al kwijt. Of gaan we wachten en hem 30 minuutjes of 35 minuutjes weer geven. Dat is... Dan moet ik maar even kijken. Jimmy, de Geel komt terug tegen Texel. Maar 3-3, wat zegt dat volgens jou over zo'n ploeg? Ja, zo'n ploeg heeft natuurlijk karakter. Hè. Dat zie je. Ze komen 3-0 achter en in de 86e minuut scoren ze 3-3 volgens mij, zoiets. Of dat betekent toch dat ze niet opgeven en toch goede veerkracht hebben. Dat betekent toch dat ze karakter hebben en dat betekent dat wij het niet makkelijk gaan krijgen. Maar dat weten we al, want toen wij hier thuis tegen ze speelden was het ook niet makkelijk. Hadden we niet veel kansen weggegeven, maar het was heel moeilijk om te scoren tegen hun. Dus alhoewel we wel heel veel kansen creëerden. Maar ja, je mag, zoals ik al zei, hun niet onderschatten. En dat doen we ook niet. En wij willen er gewoon fel bovenop. De revanchegevoelens na die memorabele avond toen die... Speelt dat niet bij jou zoiets? Nee, het speelt niet bij mij. Het zijn 3 punten en ik krijg geen 5 punten ervoor. Jammer genoeg. Dus het zijn 3 punten daar we om spelen. En die wil ik graag naar huis meenemen. En daar gaan we ook alles voor doen. En dat is het. Het zal een hele andere wedstrijd zijn dan toen. Is er veel druk om te gaan winnen in Geel? Of ervaar je dat niet? Want met 6 op 6 de winterstop, dan aan Moeskroen, zou misschien een perfecte scenario zijn. Het zou een perfecte scenario zijn, ja. En daar werken we ook voor. En dat willen we ook graag. En daar gaan we ook alles voor doen. Als je bij Antwerpen speelt of coacht, dan is altijd een beetje druk. Dus daar moet je mee weten om te gaan. Helaas een mogelijke interesse van Sheffield. Uit de Engelse pers, wat kan jij erop zeggen? Gunther had er nog niks van gehoord. Nee. Wat kan jij daarvan? Ik heb het ook gelezen. Ik heb het ook gelezen. Ik heb het ook gehoord. Ik heb het ook van mensen gehoord. Maar het is altijd moeilijk om daarover te praten, want ik weet er niks vanaf. Ze hebben jou niet gecontacteerd? Nee. En anders had Gunther het wel gehoord. Dus... staan de zaak met Oyo en Diakité, krijgen ze nog een kans na een jaar of is het over en uit hun verhaal? Ja, het is over en uit. Over en uit. Voor dit seizoen zeker, ja. Kan je zeggen waarom? Waarom definitief? Want dat is toch teken dat er stevige inbreuk is gepleegd op jouw maatregelen die je in je hoofd hebt? Nou, ik vind... kijk, ten eerste, ik zal je weer uitleg geven daarover. Ik vind eigenlijk dat ik daar niet meer over moet praten, want die zijn weg. Maar ik zal het nu afsluiten. En ik heb het al vorige keer gezegd. Het is een beetje ander geval met Oyo als met Papi. Papi is gewoon echt disciplinair. En dat geval is 5 keer voorgekomen en op een gegeven moment moet je een streep door iets trekken als iemand sommige dingen blijven doen, want dat is ook niet goed naar de groep toe. En met Oyo is een ander geval, ik wil daar niet over uit, maar je bent met de groep bezig en die groep die moet met z'n allen naar voren toe. Al zit je op de bank op dat moment,
of al moet je met de tweede meespelen op dat moment. En als je dat niet wilt of vindt dat je daar te goed voor bent of te groot voor bent, dan pas je er niet bij. Dus. Leef jij toe, Jimmy, naar 4 januari? Het is waar de supporters toch wel een beetje naar uitkijken, denk ik, om zich nog eens te meten met een aantal eerste klassers. Die voetbalwedstrijd in de Lotto Arena, is dat iets meer spielerij of past het echt in je voorbereiding? Past niet echt in mijn voorbereiding, nee. Als ik eerlijk moet zijn. Het is een toernooi die in de zaal is. Ik vind dat eigenlijk best wel gevaarlijk, omdat dat 7 dagen voor een hele belangrijke wedstrijd zal zijn voor ons hier tegen Mouscron. Dus wat dat betreft is dat gewoon een hele moeilijke tijd. Wil ik me toch concentreren meer op Mouscron dan op een zaalvoetbaltoernooi. Het is wel, je hebt het zelf gezien, een ondergrond die zeer neigt naar goed veld. Kunstgrasveld, toch? Ja, het is kunstgras vermengd met echt gras dat ik mij heb laten of goed laten in. Ja. Kan het dan geen kwaad? Of wil je juist wel toch nog kwaad? Ja, ik... Kijk, ze hebben... Het probleem is... Ze spelen dit weekend hun laatste wedstrijd. We spelen tegen St. Leonards. Spelen we nog dan een wedstrijd. Op die vrijdag. En dan, dat is op de 20e. Dus dat, dan 14 dagen doen ze niks. Trainen ze wel. Mm-hmm. Voor zichzelf ook. Maar dan komen ze terug op 2 januari. En dan hebben ze 2 dagen, gaan ze hard trainen. En dan moeten ze spelen gelijk op zo'n... dus dat is, ja... Ik moet daar heel slim mee omgaan. Maar ja, het is wat het is. En we zullen er het beste van maken. Neig je dan naar het gegeven van bepaalde spelers te laten spelen en de toppers tussen aanhalingstekens? Dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Ik moet eventjes, ik moet even kijken hoe we dat gaan invullen. Ik wil op dit moment concentreren op geel. 3 punten. En dan gaan we denken aan andere dingen. Ben je eruit of je een doelman nog gaat bijnemen, een derde doelman? Er gaat zeker een doelman bij komen, zeker. Omdat Pieter Jan had mij gezegd toen, zegt dat het is tot april dat je moet volhouden, of tot mei, misschien doen we het met 2 doelmannen, zei hij. Dus, ik vind dat gevaarlijk. Je hebt nog 14 wedstrijden. Als er iets gebeurt met een van de keepers, dan hebben we niemand op de bank. En als ik weet dat een team tegen mij speelt met geen keeper, extra keeper op de bank, hè? Mm-hmm. Dan is dat toch best wel gevaarlijk. Ik zou in principe nog wel een goalkeeper erbij willen. Ik heb nog één vraag, Jimmy. Als je weet dat periode 1 en 2 weg zijn al, de titel moeilijk is. En de derde periode is in mijn ogen dan ook moeilijk, omdat de titelkandidaat meestal, of toch, veel kans heeft op het behalen van de derde periode. Mathematisch gezien is die kans groot. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Wij moeten gewoon vol voor de derde periode gaan. Het goede is... de kampioenschap zal tussen dan, als wij de kampioenschap niet pakken, zal het tussen Eupen en Westerlo gaan. In de laatste periode hebben wij Westerlo hier. Dus als die zoals jij zegt, het goed doen en wij doen het goed, dan zal je toch tweede of derde eindigen. En dan krijg je een periode. Dus 5 prijzen eigenlijk, hè?
5 prijzen te verdienen eigenlijk, hè? Op het jaar. Min of meer, ja. Kijk, wij moeten gewoon zorgen dat we die derde periode gewoon heel erg sterk afsluiten. Heel erg sterk. En dan kan er van alles gebeuren. Kan je Geel en Heist vergelijken qua tegenstander of qua ik vind, niveau? Ik vind Geel beter. Maar dan Heist is gevaarlijker in het moment in de voorzetten. Je kan ze eigenlijk wel vergelijken. Want die spelen ook op voorzetten en de linksbuiten komen met Koloff en de nummer 16 van hun die achter de spitsen speelt, laat komen in de 16 meter. En ja, je kan het eigenlijk wel vergelijken. Maar ik vind dat er nog meer voetbal in Geel zit. Is Stuurse, die man die daar twee keer scoorde vorige week, ingevallen, beslissende assist afgeleverd, is dat een mannetje dat je extra in toog houdt? Omdat je... Ja, heeft er zo wel één of twee rondlopen, ja, die van zich van... Ja. Kijk, die viel natuurlijk heel erg goed in. Op 10. Vooral beslissend, hè? Ja. Ja. Toen viel het dan eigenlijk ook wel mee. Maar ja, kijk. Waarom zit hij op de bank? Hè? Dus dat moet je jezelf ook afvragen. Waarom is hij geblesseerd geweest? Nee. Was hij fit? Ja. Dus die was ook uit voor hem. Nou, misschien had hij dat nodig om van de bank af te starten. Ik ga ervan uit dat hij tegen ons zal spelen. Ja, is het een speler die wij een speciale aandacht moeten geven? Ja. Maar zo zijn er nog wel twee meer. Koloff vind ik toch gevaarlijk in de strafschopgebied. En die spits die ze geleend hebben van Liersen. Dat vind ik ook geen verkeerde. Dank u. Ja. Nu over de voorbereiding, dus 2 januari hervatten jullie. Ja. Met 2 trainingen. 3 januari ook wel training. Ja. En dan 4 toernooi. En 5e die stage, wat kan je erover? 5e spelen we een wedstrijd. Oster, normaal gezien, nog niet 100%, want het kan ook meegenijden zijn. Ja. Maar de 5e spelen we een wedstrijd. En daarna zullen we, denk ik, een paar dagen weg zijn. Ik weet nog niet precies naar waar, maar dat zal waarschijnlijk van 5 tot 9 zijn. Dankjewel. Goed, dan gaan we het woord ook geven aan Gunter Hofmans. Gunter, wat verwacht u van de wedstrijd tegen Geel, de laatste voor de winterstop? Kunnen we kort over zijn? 3 punten. Nee, allee, we gaan proberen een goed eindejaar te maken voor iedereen. Ik denk dat dat belangrijk is. Het was terug positief, laten we zeggen, in de laatste weken zag je toch een positieve evolutie in de ploeg. Waar we dan toch het laatste weekend toch de vruchten van kunnen plukken hebben. En we hopen dat kunnen door te zetten in de laatste wedstrijd ook. Dat we toch naar het begin van het nieuwe jaar dat elan kunnen verder zetten. Ik denk dat dat belangrijk is voor de club in zijn totaliteit, ook naar de supporters toe. Om terug aan te pikken met de bovenste regionen, waar ik nog altijd in geloof dat we daar thuis horen met deze ploeg. Dus laten we hopen dat we dat positief kunnen afsluiten. Je zegt met deze ploeg, maar toch versterkingen op komst? Wat kan je erover? We zijn alles aan het evalueren, alles aan het bekijken. We zijn onze voelsprieten aan het uitzetten. En we kijken wel wat er in de maand januari gaat gebeuren. Ojo en Diakité, hebben die al afgetekend? Of hoe zit dat juist? Nee. Dus die trainen nog mee met de beker? Ja. Met de belofte bij Steve? Zo is het. Tot nader horen. Tot nader. Ja. Is met u gesproken al? We hebben met hen al gesproken, ja. Ze weten waaraan en waaraf? Dat weten ze. Wanneer gaan ze definitief vertrekken? Als ze kunnen meteen stijf houden, hè? De verhalen als George Blay en zo. Kan allemaal, dus ja. Dat gaan we zien. Daar kunnen we moeilijk op antwoorden op dit ogenblik. Dus we zijn daar hard aan het werken en we zien wel in januari hoe dat we dat gaan oplossen. Neigen ze naar meewerking of houden ze het been stijf? Nee. Ze zijn nog jong genoeg om te willen spelen. Ik denk dat verstandig is. Ja. Allee, als je toekomst wilt maken in het voetbal, dan moet je voetballen.
En dan moet je niet ergens in de reserve zitten of ergens op een bank gaan zitten. Dat denk ik dat weinig nut heeft. Dus ik denk als je die leeftijd hebt van die jongens, dat het maar één ding is dat heel belangrijk is, dat je zo snel mogelijk terug aan voetballen kunt komen. En dat hun toekomst terug gevrijwaard wordt. Daar komt het op neer. En wij gaan er alles aan doen om die jongens daarmee in te helpen en te begeleiden. Op 4 januari, het toernooi de Lotto Arena, hoe kijk jij daar naar uit? Of hoe kijk jij daarnaar? Goh, voor de club is dat een mooie uitstraling. Ik denk dat dat belangrijk is voor Antwerpen ook om zich toch ook een beetje terug te manifesteren op dat niveau. Het is tegen een aantal eerste klasse ploegen, het is een mooi evenement denk ik. Dus, maar ik kan de trainer er ook wel een beetje in volgen. Het is voor ons een heel kort dag dan, 7 dagen later moet je een heel belangrijke wedstrijd spelen. Dus, het is niet misschien op het ideale moment dat je dat moet gaan doen, dat toernooi spelen. Maar langs de andere kant is dat toch voor de club een mooie uitstraling. En willen we daar toch zeker en vast enthousiast aan meedoen. En we zien wel wat dat voor ons kan opleveren, maar ik denk wel dat dat positief kan zijn. Er is wel geen thuismatch toch wel nog tegen Sint-Lena, die tribune nog staan. Ja, dat is nog altijd bezig. Arcade en SGS zijn dat onderzoeken. Als dat positief evolueert, ja, dan kunnen we die tribunes terug open doen. Dus we zijn een beetje aan het werken nu naar de wedstrijd van Moes Kroen. Om daar terug een gedeelte open te doen van de tribune. Liefst de tribune D, E en T en E. Zo is dat. Ja, de rechterkant open te doen tegen de wedstrijd van Moes Kroen. Over vertrekkende spelers. Doe maar eens een keer. De rust, eigenlijk. Ik luister met veel interesse naar je sterfdier aan vragen. Dus, doe maar. De qua vertrekkers. Ja. Of Jimmy, misschien kun jij erop antwoorden. Zo'n bub die weer niet startte vorige week. Moeten zo'n jongens zich zorgen maken over de toekomst? Ja, daar zijn we over aan het nakijken. Ik zeg het, we gaan nu deze wedstrijd afronden dit weekend. En in de loop van volgende week gaan we kijken wat we gaan doen na nieuwjaar. Ik denk dat het allemaal een beetje voorbarig is om er nu allemaal gaan over te discussiëren. Van het weekend valt er misschien 2 gekwetsten bij die langdurig weg zijn. En dan moet je weer helemaal iets anders gaan zeggen. Dus op dat vlak gaan we na dit weekend eigenlijk de evaluatie maken. En dan zullen we te gepaste tijden met de jongens er aan tafel gaan om te kijken wat we kunnen doen. Was je tevreden over de invalbeurt van Bob? Ik vond hij wel best vinnig invallen. Ja, hij viel vinnig in. Hij viel scherp in. Maar die is geblesseerd. Ja. Gelijk in de wedstrijd raakt hij geblesseerd. Is een spier. Ja, die. Wegens te weinig ritme? Of iets, ik heb geen flauw idee of het van weinig ritme is. Maar het is iets dat hij ook vorig jaar heeft gehad. In zijn lies. Ja. En het is niet gescheurd. Maar hij heeft alleen maar kunnen lopen deze week. En niet kunnen trainen met de groep. Dus. Kijk, en dat is ook een probleem. Ja. En dat is ook. Dat is een. Dat is eigenlijk een normaal probleem, want hij komt van 4 divisies lager. En hij heeft dan die stap gemaakt. En dan kun je wel in de beloftes spelen, maar het is niet hetzelfde als in het eerste. Dus het niveau ligt hoger en je geeft nog eens, je doet nog eens keihard je best. Dus op een gegeven moment verandert de stress in jouw lichaam gewoon totaal. Hè? En nou is je gezien. Dus. Je recupereert dan de Fauché, maar dan neemt die week dat je nog altijd met heel weinig aanvallende kracht in zit. Hè? Maar ja, maar dat is geen probleem. Die jongens die gespeeld hebben voorin, die hebben het goed gedaan. Ik heb Fauché op de bank, of Fauché kan starten. Ik heb wel een paar mogelijkheden. Ik kan Mo ook nog naar voren toe schuiven. Ik kan David naar voren toe schuiven als tweede spits. Moet wel creatief zijn, maar. Die speelt ook iets hoger, denk ik, dan de vorige keer dat je hem hebt gebracht. Ja. Deed dat eigenlijk ook niet slecht? Hè? Ja. Nee, hij deed het helemaal niet slecht, maar dat is zijn positie. Ja, maar kijk, dan lopen er een aantal. Ja. Maar normaal met zijn kwaliteiten moet hij veel meer spelen. Maar ja, tegen Aals wil hij ze zo graag laten zien. Dat hij uit zijn positie gaat spelen en de ballen op gaat vragen naast Wim. En dan is hij niet gevaarlijk. Dus gelukkig deed hij dat de laatste wedstrijd beter. Is Gommelt iemand die opnieuw aanspraak kan maken stilaan? Of is dat... Die komt terug. Ja. Die heeft weer getraind met de groep. Moet hij op Interland? Of? Nee, nog niet. Ja. Nog niet. Ja. Maar die zit weer bij de groep, gelukkig.
Dus. Dank u wel. De Manchester verhaal, je zei het al, het was moeilijk om die jongens te krijgen, want ze kunnen veel meer geld verdienen aan een tweede klasse. Komt er nog iets van Manchester of zijn we daar volop mee bezig? Dat is allemaal afwachten op dit ogenblik. Ik zeg het, daar zijn we allemaal mee bezig. Een beetje voorbarig nog op dit ogenblik. Er is weinig concreet, Gunther. Maar er is ook niks concreet. Er is niks concreet ook niet. Ik heb gisteren nog met Warren Joyce gesproken. Maar hij heeft me niet definitief gezegd van die en die kun je krijgen, kies maar. Dus ja, ik heb wel gevraagd, mag ik die hebben? Hij zei, moet ik over nadenken? Rooney? Maar hij zei nee. Rooney en Giggs was ja. Kreeg Fellaini? Nee, Fellaini niet. Ik kom niet van de bank hier, hè? Nee. Ik heb wel een paar namen naar hem toe gegooid en daar zijn we mee bezig. Ik moet wachten. Dus. Oké.